Mevrouw Gundogan, goedemiddag. Goedemiddag. Ontzettend fijn dat u ons wilt ontvangen vandaag. Vanzelfsprekend. Wij willen u graag namens het CIDI een presentje aanbieden voor de 75ste verjaardag van Israël. Dus ook voor u vanuit het CIDI van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En u van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En we zijn erg benieuwd naar wat uw felicitaties zijn voor de 75ste verjaardag. Nou, ik vind oprecht dat de staat Israël het verdient om er te zijn. Dus 75 jaar is een mooie mijlpaal. En ik hoop dat Israël en de Joodse diaspora gewoon met trots kijkt naar die mooie mijlpaal. Dank u wel. En is er iets wat u heeft bewonderd in de afgelopen 75 jaar? Nou, eigenlijk best wel wat dingen eigenlijk. Israël is natuurlijk een heel klein land. En aan de andere kant is het wel een van de landen waar gewoon ontzettend veel innovatie plaatsvindt. Als je kijkt naar patentaanvragen. En natuurlijk als vrouwelijke politica vind ik Golda Meir heel erg bewonderenswaardig. Mooi. En dan de laatste vraag. Wat wenst u Israël toe voor de komende 75 jaar? Vrede. Ik hoop echt dat de tijd van de haviken spoedig voorbij zal zijn. En dat de duiven aan beide kanten zullen komen. En dat er hard gewerkt gaat worden aan een twee-staten-oplossing. Bedankt. Graag gedaan.